Jan Lafrijze woont in het Brabantse plaatsje Reuzel. De dorpsbewoners noemen hem de oude taaie. En terecht, want hij heeft het gehaald, de 100 jaar. Op 23 maart van dit jaar vierde hij het. En Showroom was erbij. Wat heb ik het dan verdiend, hè? Je ziet wel, hè? Alles is met me. Hop en het weer. Juist, ook vandaag. De oude taaien. De oude taaien. Maar geen ze bijnaam vandaag volledig waar. Want onze taaien. Hoe is het met het eten, mevrouw? Goed. Dat is reusachtig gevallen. Eten, goed eten? Ja, je kan gewoon eten. Ja? Maar dat is een gewone mis. Ja? Ja. S'morgens vroeg al? Ja. Wat eet u s'morgens vroeg? Wat eet u s'morgens? S'morgens? Ja. Wetspek. En drie sneden ook een brood. En de vetten soep ik samen uit, hè. En dan heb ik drie stukken vet spek in liggen. Dan eet ik drie sneden roggen brood op. Iedere morgen? Ja. Iedere morgen. Hoe bent u zo oud geworden? En, ja. Hoe oud? En, hoe, ja, vertel je het net. Hoe oud? Hoe komt het dat je zo oud bent geworden? Oh ja, dat ik het zo meer eet, dat ik het goed geschopen heb. Ja. Je hoeft geen vlees te hebben, hè. Je moet allerhande groentes opeten, hè. Dat in de veld mis. Dat dient even, hè. Maar die jammer veel vlees zitten onder een hoop en een buik krijgen dat ik een pijs. Die holigensliste. Nee? Onthoud eens wat ik hem zeg, hè. Hij is een lievelingspotje, daar smult hij dagelijks van. Een flink dikke schijf op rokkenbrood, rokkenbrood. Ik heb hier een stuk mager spek meegebracht. Namens de carnavalsvereniging, de dansgarde van de carnavalsvereniging De Feestneuzen. En de dansgarde zelf, de feestneusjes, wensen u een hartelijk 100 jaar bestaan. En we hopen dat er nog vele jaren bij komen. Oude taaien met je 100 jaar. Oude taaien met je 100 jaar. Wie bent u, mevrouw? De oudste dochter, nou dan, hè? De oudste dochter. Oh, ja, één was er nou boven mij dan. Die was 5 jaar ouder. Ja. En ja, ik weet er, ik kan het boek delen van schrijven eigenlijk, hè. Want hij deed nog graag stropen. En dat was ook goed voor ons, want anders hadden wij nooit geen vlees. Want s'morgens, voordat je ging werken, dan ging je altijd stropen. Dan had je altijd 2 konijnen of een haas. Kijk, we waren arm, 12 kinderen, en hij moest alleen de kost verdienen. Dus vlees hadden we altijd, 2 varkens per jaar. Maar dan hadden ze hem nou eens een keer te pakken, want s'morgens had je nooit niet veel tijd. En als je dan naar die strop, naar die strik dan ging, dan plaste hij altijd naar die strik, hè. Hij ging niet ergens tegen een heg aan staan, nee, of tegen een paal, want dan had je geen tijd 's morgens. Maar dan pakte hij uit zijn broek en hij plaste gewoon naar die strik toe. Lopend. Lopend. En zodoende hadden ze hem eigenlijk gespeurd, hè. En toen gingen ze daar bij liggen en toen hadden ze hem zanderendaags, hè. Het is een keer geweest, toen moest hij de bak in. Hij moest ofwel een boete betalen voor het stropen, of hij moest het gevangen. En hij koos voor het gevangen. Dat was goede koper, want hij kon die boete niet betalen. Hij ging gevangen. Ze hadden me verteld, zegt hij, dat je daar niks mee binnengesmokkeld krijgt. En nou vind ik, zegt hij, vastzitten een keer niet zo erg, maar mijn pruimtabak missen. Dat is erg, zegt hij. Dus ik moest zien, zegt hij, een pruimke tabak mee te smokkelen. Maar ze hadden me ook verteld,
dat je eigen daar spiernakend uit moest kleden. Ik dacht, daar vind ik wat op. En wat deed je? En ik heb een rulletje tabak in mijn gat gesteken. Je had een rulletje tabak in mijn gat gesteken. Maar nou zit het zo, hoor. Nou kom ik in de kleine kamer, hè. Nou pakt hij me hier in Turkemond en dan duwt hij me op die stoel. En dan steekt me die pek in mijn gat. Oh. En ik spring op en het filter uit. Dus dat de bak erop? Ja, mijn plampje weer. En toen zit het marssoldaat. Ik zeg, maar ik kreeg je toch wel terug, meneer. Nee, zei, dat krijg je niet terug. Zeg, dan brand ik het zelf op. Owe taaie, jippie, jippie, owe taaie, jippie, jippie. En daar zit me de kameraad, hè. Ja. Daar hebben we die. Ja. Dat is een schoonbroer. Ja. En wij waren aan de ogen, hè. Maar dan komt men een jachthond. Die komt bij mij en mijn jong konijntje aangelopen, hè. Zodat hij 14 dagen op 3 weken had gelopen. Ik zeg tegen Goes, ik zeg, wat moet ik ermee doen? Kijk, als ik in de grond stop, hier, dan ga je me een hond nog halen, dan zeker een uur af, weet je. En dat maakt niet. Maar ik heb ooit gehoord, als je een dingetje krijgt. Biefstuk? Een biefstuk? Biefstuk? Ja, in een ding. Een biefstuk. In een biefstuk. Ja. Ik heb ooit gehoord dat een biefstuk dat het bloed uitloopt. Hè. Ik zeg dat ik hem de hoed afdoe en ik doe de boetjes af. Ik wel. Ik zeg dan dat ik hem de hoed af. Hè. Nou zit een hoed. Hè. Maar, en nou heb ik hem de hoed aangedaan, de kop aangedaan. En nou liep het bloed. Nou, mijn kin af, hoor. Maar... En toen zei ik tegen ze, nou kunnen we zeggen dat wij ook biefstuk gegeten hebben. Ja, dat was goed, ja. U had nog nooit biefstuk gegeten, hè? Nee, hè? Nee. Maar toen kon ze zeggen, we hebben biefstuk gegeten. Ja. Dat konijntje rauw opgegeten. Ja, dat konijntje rauw opgegeten. Ja. Hoe komt het dat u nog zo goed van verstand bent? Oh ja, dat weet ik niet. Dat heb ik van God gekregen, anders kan niet. Want ik heb mijn verstand nog niet zo goed als vroeger. Ja. Ja? En zo hoeft, hier zit zijn armen. Ze hebben geen pot van boven naar beneden te dragen bij mij. Ik kom 's morgens op en ik ga naar recht naar het privaat. Ja. En dan moet ik poepen tegelijk ook. Hè. Dat spel is afgelopen. Ja. Maar dan ga ik in door mijn eigen netjes wassen. Maar alles netjes. En dan kom ik s'morgens aan de tafel zitten. En dan is mijn haar goed getimd en alles en zo. En ik hoef vooruit uit s'nachts. Hij woont bij u in huis, hè? Ja. Waarom is hij niet naar een bejaardenhuis gegaan? Ja, dat wil hij niet. Nee, ik ben een bejaarde. Hij had gezegd. Dat die jager was, als ik naar het bejaardenhuis moet, dan schiet ik mij kapot. Ja. En, u heeft hem in huis genomen? Ja. En daar woont hij nog steeds? Ja. Nee, maar... Ja. Meer is 21 jaar. Zo hoeft niet lang voor, want als ik me keerde, hoor, dat snapte jij wel. Dan leeg ik door de water te keer. Dat is met een paar uur en een paar is naar boven. Hoor. Hoe oud wil u worden? Hoe oud wilde worden? Hoe oud? Dat je wilt worden. Ja, nou? Ja. Ja, maar dat mag ik eens schatten. Dat is de man van de boven, hè? Ja. Als die zit hier toe en verder. Sta op. En volg mij. Ja. En de dag gelopen, hè? Ja, dan lacht je. Het is eenmaal zover gekomen, dan is dan ook een geworden tot men je zal moeten richten. Ja, kinderen, het is voor u een schone dag, maar ook stevens een schone dag voor uw kinderen. Als je ziet hoe een oude vader hier voor u staan nog het woord te voeren, dan ben je gelijk verkoren van het volk van Israël. Daarom kinderen, bemint elkaar. Heb elkaar lief.
Met zijn dienaar, maar blijft zwijnig zoals ik al heb voortgegaan. Kinderen, ik hoef voor hij niet meer te zorgen, maar toch, kinderen zijn altijd bezorgd voor hun kinderen. Toen ze hun laatste asem uitlaast. Kinderen, onthoud dat woord goed, want je weet wat God beloofd heeft aan de kinderen die hun ouders heren. Hier een lang gelukkig leven op aarde en daarna het eeuwige leven in de hemel. Ik heb het gedacht.